De transferperiode zit erop en het was niet zomaar één. Er is veel gebeurd en daarom nemen we de stand van zaken op met technisch manager Ferry de Haan. Het was een hectische maand. Dat hoeven we niet te ontkennen. En ik denk achteraf dat we er redelijk doorheen gekomen zijn. Gelijk aan het begin van de maand natuurlijk het vertrek van Joey. Wat er toch misschien wel een klein beetje aan zat te komen. Daar hebben we snel op kunnen anticiperen om Anastahiri daar binnen te halen. Toen is het eventjes rustig geweest. En ja, toen kwam toch wel licht verrassend de transfer van Henk daarbij. Maar goed, daar hebben we met Sydney op in kunnen spelen. En het was geen geheim dat we heel lang met Tom Haaien bezig waren. En met Amin Sar, die bekend was bij ons, zijn we wel blij dat we het plaatje redelijk compleet hebben kunnen maken. Daarnaast zijn we erin geslaagd om in ieder geval voor Benjamin Nigren en Rodney Kongolo een alternatief te vinden voor henzelf. Hè. Dat het perspectief binnen Heerenveen was een stuk minder voor hun. Dus ik denk dat het goed is dat er een andere en een nieuwe energie weer in de ploeg gekomen is. Dus wat dat betreft kunnen we niet ontevreden zijn. Los van mutaties in de spelersgroep werd er ook afscheid genomen van Johnny Jansen. Vanwege tegenvallende resultaten werd er besloten niet verder te gaan met de hoofdtrainer. Nou, dat is natuurlijk het meest vervelende wat er kan gebeuren. En zeker met iemand die natuurlijk eigenlijk zijn hele leven lang al werkzaam is voor deze club. Alleen goed, op een gegeven moment was er wel een situatie waarin de negativiteit wel de overhand nam. En wij wel vonden dat er een keuze gemaakt moest worden. En ja, het maken van keuzes gaat helaas altijd ten koste van mensen. Dat is wel heel vervelend. Maar goed, wij vonden dat deze wel gemaakt moest worden. Nu hebben we twee assistenten die het in eerste instantie overnemen. Ole Tobias en Peter Rekers. Ja, hoe zit dat? Hoe wordt het nu ingevuld? Nou goed, vanaf het moment dat we het van Johnny bekendgemaakt hadden, hadden we natuurlijk de drie opties. De assistenten maken het seizoen af. Er komt iemand op voor korte termijn, dus tot einde seizoen bij. Of we gaan gelijk voor de lange termijn optie. Ik denk dat de eerste optie, dat de assistenten het seizoen af gaan maken en daar zal een goede rolverdeling gevonden moeten worden, dat wel een serieus is. En natuurlijk kijken we nog om ons heen. Maar dat zal wel de komende dagen, want daar moeten we ook niet te lang mee gaan wachten. Want duidelijkheid is voor iedereen goed, zal dat zich moeten gaan zetten. En op de lange termijn, wat zijn de ideeën daarover? En kun je daar iets over kwijt? Nee, goed, op de lange termijn, en dan praat je dus met ingang van het nieuwe seizoen, zullen wij nu de zoektocht naar een hoofdtrainer wel gaan starten. In tegenstelling tot wellicht wat eerdere berichten, zullen we hem nu echt gaan starten. In totaal zijn er 5 spelers vertrokken en zijn er 4 bijgekomen. Joey Veerman maakte al vroeg in de window een mooie overstap naar PSV. Zijn maat Henk Veerman vertrok naar FC Utrecht. Rodney Kongolo gaat spelen in de Italiaanse Serie B. En de reeds verhuurde Runar Esbjord is nu definitief verkocht aan het Noorse Bode Glimt. Daarnaast is besloten het huurcontract van Benjamin Nigren dus tussentijds te beëindigen. Daarvoor terug krijgen we middenvelders Anastahiri en Tom Haaien. En de aanval wordt versterkt met de Zweedse spits Amin Sar. En Sydney van Hooydonk komt over op huurbasis. Met Sydney waren we ook in de zomer al bezig, toen hij transfervrij bij NAC kon vertrekken. Hebben daar een gesprek mee gehad. Hij heeft toen de keuze voor Bologna gemaakt en die begrijp ik. Dat wij toch bleven zoeken is altijd wel een klein beetje contact geweest. Natuurlijk zijn er ook andere spitsen voorbij gekomen, maar hebben we wel de keuze gelukkig voor Sydney kunnen maken. Nou, met Amin, ja, dat is gewoon wel een jongen waar we voor de toekomst verwachtingen van hebben. Die past binnen hoe wij als Heerenveen weer naar de toekomst kijken. Jonge, talentvolle spelers binnenhalen, ontwikkelen. En hopelijk ook weer met een goede transfersom verkopen uiteindelijk. Maar presteren in eerste instantie staat natuurlijk wel bovenaan. En Amin kan ook op meerdere plekken uit de voeten. Dus geeft ons voorin gewoon meer opties. Jong, talentvol, kan goals maken. Heeft absoluut nog ontwikkelpotentie. En is een interessante optie voor Heerenveen om te presteren. Maar ook om daarna, en daar moeten we niet te veel de nadruk op leggen, want hij moet gewoon wel eerst gaan presteren hier zo. Om daarna weer een mooie stap te kunnen maken. En dat is denk ik wederom voor alle partijen goed, maar ook voor de naam Heerenveen, die gelukkig nog steeds heel goed bekend staat buiten Nederland ook. En op het middenveld op 2 plaatsen versterkt. Je zei er al, Tahiri natuurlijk snel geschakeld, ook Veerman. En op de laatste dag kwam er ook nog Tom Haaien. Wat voor speler is Haaien en waarom kan hij belangrijk zijn ook voor Heerenveen? Nou goed, met het vertrek van Joey hebben we natuurlijk altijd gezegd dat de kwaliteiten van Joey en met name ook aan de bal natuurlijk buiten kijf staan. Nou, dat is lastig terughalen. En probeer je wel in de constructie van je selectie daarnaar te kijken waar we bij Annas veel meer de technisch begaafde en de controleur. Dus speelt heel veel op balbezit. En Tom heeft daarin wel wat meer van Joey. Hè. Is meer beslissend met goals en assisten en speelt ook vooral vooruit.
heeft een bepaalde dynamiek, dat hij ook vanuit het middenveld bij de spitsen kan komen en in de 16. Dat heeft hij in ieder geval bij NAC bewezen en dat verwachten we ook hier van hem. Dus ook dat geeft wel weer mogelijkheden om daarin keuzes te gaan maken. Dus ja, dat past goed bij elkaar. Misschien wel de grootste verrassing was het vertrek van Henk Veerman. De 30-jarige spits had nog een contract voor 1,5 jaar in Friesland, maar vertrekt nu dus naar FC Utrecht. Kwam dat voor jullie ook als een verrassing, dat Henk Veerman die overstap naar Utrecht gemaakt heeft? Ja, uiteindelijk wel. Het is natuurlijk eigenlijk altijd redelijk rustig geweest rondom Henk. Maar toen bekend werd dat Utrecht er wel de interesse had, is het eigenlijk best wel snel gegaan. Nou, ook wij zaten toen al in het traject met Sydney. Hebben ook wel duidelijk aangegeven dat we daar zekerheid over wilden hebben. Want een spits laten gaan en dan helemaal niemand hebben, dat vonden we iets te veel van het goede. Nou goed, ik denk ook als je terugkijkt dat dit ook weer een transfer is die voor alle partijen goed was. Henk die een nieuwe impuls krijgt, biedt voor ons ook kansen en mogelijkheden. Dus denk ik goede transfer. Ja, ook nog een speler van ons, Joaquin Fernandez. Hoe staat het met hem? Joaquin, daar dachten we een oplossing voor gevonden te hebben dat hij zou vertrekken, definitief. En helaas kwam daar wel een kink in de kabel. Dus zullen we daar op korte termijn een oplossing voor moeten gaan zoeken. En dat kan betekenen dat we goed naar zijn contractstatus moeten gaan kijken. Of dat we hem terug moeten halen. Ik denk dat dat laatste niet wenselijk is voor alle partijen. Maar goed, soms gebeuren er wel eens dingen waar we naar moeten handelen. Maar ja, we hadden de hoop dat hij definitief zou vertrekken. En dat uiteraard had hij dat zelf ook. Maar dat is helaas niet geslaagd. Ja, deze transferperiode zit erop. Ja, hoe heb je dat persoonlijk ook beleefd? Nou goed, ik ben 1 juni begonnen en dan kom je vooral in een bestaande situatie en dan is het nog steeds. En dan weet je een beetje waar de pijnpunten liggen. Nou, ik denk dat we daar hard aan gewerkt hebben. En dan richting deze window wisten we het ook wel heel goed. Maar ben je wel afhankelijk of de puzzelstukjes in elkaar gaan vallen. En dat is soms lastig. Zijn we heel vaak teleurgesteld, waarin we zeker in het begin van de window echt wel dachten een aantal opties toe te kunnen gaan voegen. Ja, en dat heb je niet altijd zelf in de hand. Dus dan is het een vervelende periode. Dat zal vaak niet anders zijn. Een nadeel is wel dat deze selectie in kwantiteit is gewoon heel groot. En daar moeten we naar de toekomst moeten we een andere invulling aan geven. Ik bedoel, we lopen nu, als iedereen erbij is, met 27 man op het veld. Ja, dat vind ik persoonlijk niet wenselijk. Nee, maar ja, wel ook echt nu het gevoel dat je ook zelf meer je hand ernaar kunt zetten. Ja, maar het is niet alleen ik. We doen het met scoutingstaf en clubbreed. En ik denk dat dat wel een compliment is hoe we deze window met elkaar gedaan hebben. Dus, en daarin zeker de klokken gelijk gezet hebben en de ambitie uitgesproken hebben door we bepaalde dingen in wilden vullen. Dus het gaat niet zozeer om mij persoonlijk. Het is wel een teamprestatie en dat is goed om te zien. En daar gaan we vanaf vandaag weer mee naar de zomerwindow werken. Nou, op naar een mooi resterend deel van het seizoen. Ja, daar kijken we ook zeker naar uit. Ik bedoel, de resultaten na de winter waren niet waar iedereen op gehoopt had. Maar je merkt dat er toch weer een beetje nieuwe energie is door de mutaties binnen de selectie die er hebben plaatsgevonden. De jongens die er waren, want dat moeten we ook niet vergeten, die hebben wel gewoon 25 punten verzameld met elkaar. Dus wat dat betreft is er veel positiviteit. En het is wel aan ons allemaal om dat weer om te zetten, ook in punten. En daar hebben we uiteraard heel veel vertrouwen in.